De geruchten over een liefdesaffaire tussen Nicolette Kluiver en Rick Brandsteder gaan nu al geruime tijd. Er verschijnen sinds een aantal maanden regelmatig foto's en filmpjes waarin ze wel heel erg intiem zijn met elkaar. Gisteravond leek het bijna alsof Nicolette alle geruchten in één klap wilde bevestigen met een romantische foto. Het is nu 2 maanden geleden dat een zoomfilmpje van Nicolette en Rick, zie onderstaand, meerdere showmedia haalde. Ze vierde toen haar verjaardagsfeestje en werd onder andere in het zonnetje gezet door Rick. Het werd heel gezellig, zo gezellig dat Nicolette en Rick elkaar zoenden, schreef Shownieuws erover. Op het moment dat Nicolette haar cadeau openmaakt in het nieuwe Griekse restaurant Kaya in Amsterdam in het bijzijn van haar lieftallige ex-collega's, buigt Nicolette haar hoofd richting Rick. Ze geeft hem een zoen op de mond, daar lijkt Rick niet verbaasd over te zijn. Yvonne Koldewijer blikt daar nu op terug op haar Juice-kanaal. Weten we dit nog van afgelopen september? Nicolette was jarig en zoende Rick op zijn smoeltje. Maar ze waren alleen vrienden, remember, knipoogend gezicht. Er is volgens haar meer aan de hand. Gisteravond stond deze story ineens online, zie onderstaand. Even later weer verwijderd. Hallo joehoe, er wordt daar gezoend en ze is niet eens jarig. Is dit haar manier om haar relatie met Rick bekend te maken? Lijkt mij wel, hahaha, ik lag ff te slapen, maar spionnen never sleep. Gefeliciteerd. Thank you.